Het geneesmiddel dat deze week centraal staat is sunitinib. De merknaam hiervan is Sutent. Maar waarom sunitinib? Sunitinib is een tyrosine kinase remmer. Misschien heb je het filmpje over imatinib al gezien, waarin wordt uitgelegd hoe tyrosine kinase remmers werken. Op deze dia zie je een lijstje van de tyrosine kinases die worden geremd door sunitinib. Misschien herken je een aantal van deze namen nog wel uit je vroegere colleges. Sunitinib wordt ingezet bij de behandeling van verschillende tumortypes. Het is op dit moment geregistreerd voor de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom in de eerste lijn, gemetastaseerd gist in de tweede lijn na het falen van imatinib en voor de behandeling van gemetastaseerde neuroendocrine tumoren van de pancreas. De studies die hebben geleid tot de registratie van sunitinib lieten een significante verbetering zien in de overleving bij deze tumortypes. Patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom die werden behandeld met sunitinib hadden een mediane progressieve vrijoverleving van 11 maanden. In de controlegroep, die werd behandeld met interferon alpha, wat op dat moment de gangbare behandeling voor deze patiënten was, was de mediane progressievrije overleving slechts 5 maanden. Bij het gevorderd gist heeft sunitinib de progressievrije overleving na eerste lijns behandeling met imatinib ook aanzienlijk verbeterd. Was deze in de placebo-groep slechts 6 weken, in de groep patiënten die werd behandeld met sunitinib was dit gemiddeld 27 weken. Zoals al eerder gezegd wordt sunitinib oraal ingenomen. Het zijn capsules die de patiënt in zijn geheel moet innemen. Er zijn verschillende doseerschema's voor sunitinib. Bij niercelcarcinoom en gist beginnen patiënten meestal met een kuur van 4 weken waarbij ze dagelijks 50 milligram innemen. Daarna hebben ze 2 weken rust waarna de volgende kuur begint. Bij neuroendocrine tumoren van de pancreas wordt gewoonlijk 37,5 milligram per dag gegeven zonder onderbreking. Het is natuurlijk wel bijzonder dat bij het ene tumortype sunitinib in kuren van 4 weken met 2 weken rust wordt gegeven en bij andere tumortypes continu. Deze keuze komt voort uit verschillende studies waarna sunitinib werd geregistreerd voor deze indicatie. Natuurlijk heeft sunitinib ook bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hypertensie, diarree, hand-voetsyndroom, verkleuring van het haar en pigment en anemie, leukopenie en trombopenie. Een andere bijwerking die nogal eens wordt gezien is een hypothyreoïdie. Om die reden moet bij patiënten die behandeld worden met sunitinib iedere 3 maanden de schildklierfunctie worden gecontroleerd. Bijwerkingen zijn regelmatig reden om de dosering aan te passen en soms is het zelfs nodig om de behandeling te staken. Samenvattend, sunitinib is een multitarget tyrosine kinase remmer. Het wordt gebruikt bij de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom, gist na het falen van behandeling met imatinib en patiënten met een neuroendocrine tumor van de pancreas. En patiënten die worden behandeld met sunitinib kunnen ernstige bijwerkingen ervaren, waardoor de dosering vaak moet worden aangepast.